Het nieuwe studiejaar van het FHR Instituut voor Higher Education is gisteren officieel begonnen. Rector Hans Limapo heeft hierbij het jaaroverzicht gepresenteerd. Daarnaast heeft Ebeling Franchi, voorzitter van de Bankiersvereniging, een openingscollege verzorgd voor de nieuwe studenten. De bankier wees op de uitdagingen in het leven. Limapo heeft de studenten ook een hart onder de riem gestoken. Hij benadrukt dat alles staat en valt met motivatie. Het begint met motivatie. Het begint met mensen die met motivatie beginnen, anders hadden ze het niet gedaan. Maar het gaat om het genereren, versterken, aan de gang houden van die motivatie. En zoals vandaag door een paar mensen ook aangemerkt is, het meest cruciale is toch dat mensen die met hoger onderwijs beginnen, uit een gedisciplineerde omgeving stappen in een omgeving waar ze meer vrijheid hebben. En de kunst is om ze dan ertoe te krijgen om discipline tot een soort tweede natuur te maken. Zelfdiscipline. En dat is het mooie proces dat we, waar we naar kijken, hoe succesvol we daarmee zijn. Ja, ik moet zeggen, er zijn studenten die het makkelijk kunnen. Er zijn studenten die het moeilijk kunnen. Het is natuurlijk allemaal heel enerverend. Er zijn nieuwe mensen die binnenkomen. Maar ja, die nieuwe mensen zijn ongeveer een kwart van het totaal dat je hebt op die school. Dus, maar ik kijk er optimistisch naar. Als blijk van waardering hebben de beste studenten en docenten van het afgelopen jaar een award ontvangen. Ook kwam de beste klas in aanmerking voor een prijs. Afgelopen schooljaar was een uitdaging. Ik heb me ingezet. Er was een beetje discipline en al. En samen met de hele klas hebben we een uitstekend prestatie uit de bus gehaald. En we zijn uitgekozen tot de beste klas van het schooljaar 2018-19. Ten eerste door samen te studeren, elkaar altijd te motiveren in de klas. Als iemand iets niet begrijpt, leggen we het graag uit in de klas. Weet je, dus er is echt een band in de klas, vandaar dat we dat hebben kunnen behalen. En als laatste, de excellente leerlingen zitten ook in onze klas. Dus als we iets niet begrepen, gingen we ook bij hun voor verdere uitleg. Ook ik heb een paar vakken opnieuw moeten doen, maar ik deed altijd mijn best om toch het uiterste eruit te halen, waardoor ik toch aan het einde het haalde en dat ik toch alle 60 credits binnen heb, waardoor ik dit jaar vlot heb kunnen doorlopen. Dus als je het niet hebt gehaald, ga niet treuren, is niet het einde. Je kan alsnog het beste van maken. Enkele reacties van studenten van de beste klas van de FHR Instituut voor Higher Education. De activiteit is gisteren gehouden in de grote stadskerk.